Zo, backstage bij de Comedy Explosion. Wat gebeurt er hier allemaal? Kijk eens even. Daar hebben we een comedian. Hallo. 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 Roel, was dat werk met je naam? Juist. Dit is Bert Hulg, hallo. Hallo. Hoe maakt u het? Hoe gaat het mee? Goed. Zenuwachtig? Ja, heel erg. Oké. Okay. Jeroen, jij ook? Ik, voor haar. Ja, want zij moet het allemaal doen straks. De eerste avond. Terugrijden. Kan je je eigen tepel likken? Moet dat? Jammer. Maar jij kan het wel, niet? Ik kan jouw tepel wel likken, ja. Maar ik heb ook een hele lange tong. Jeroen Pater! Goedenavond, Lowlands! Ah, wat fantastisch. Heb je mijn naam een beetje verstaan? Goed zo, Mongolen. Mijn naam is Jeroen Pater, maar de meeste mensen hebben de behoefte om mij een andere naam te geven. Mensen lopen ze me af en zeggen ze, je lijkt op iemand! Kevin! Goed zo. D'Artagnan voor de drie musketeers krijg ik vaak. Rembrandt, maar het meeste krijg ik Jezus. Het is ongelooflijk, jullie weten hoe vaak tegen mij wordt gezegd, jij lijkt op Jezus! Het wordt zelfs zo vaak gezegd, voor mij is de vraag niet, bestaat hij, maar ben ik het? Het is echt, ik zat laatst op Utrecht Centraal, zat op een bankje rustig te wachten op de trein. Er komt een zwerver naast me zitten, die herkent mij. Hij zegt, jij lijkt op Jezus. Ik zeg, ja, dat weet ik. En jij op mijn laatste. Hier, sta op en werk. Dus, wat ik nog gênanter vind trouwens, is dat ik over straat loop, zo een beetje zoals dit, en dan hoor ik achter mij... En dan draai ik om en zeg, oh nee, sorry, toch niet. het is ongelooflijk ook wel, ik vandaag ook met Lowlands, ik kom hier binnen. Dit is mijn allereerste keer Lowlands gewoon op een podium. Dit is zo vet. Maar ik kom binnen, 3 minuten en er komt een gast op me afgerend. Jeroen! Ik zeg, ja! Jeroen! Ik zeg, hey! Harle Rietstil! Harle Rietstil! Ik zeg, ja! Geef me knuffel, geef me knuffel! Ik heb nu eens een pilletje gekregen van hem. Ga je meenemen voor de show? De laatste keer dat ik een pilletje heb ingenomen voor de show, heb ik het hele eerste rij gekruffeld. Dat is niet leuk voor jullie. Voor jullie wel, voor jullie niet. Maar het gaat goed, man. Wat een fantastisch festival is dit. Kijk ons om je heen. Je kunt overal eten. Je kunt overal slapen. Je kunt overal shows kijken. Het gaat toch goed, of niet? Fuck recessie. Hier niet. Dit is het levende bewijs dat de recessie niet bestaat. En kijk maar om je heen. Ik bedoel, hoe goed moet het gaan met een land als bejaarden al tom krijgt door een rollator? Dat is echt raar. Ze schijnen de weg kwijtraken. Het verzorgingshuis, de oplossing is een apparaat van tom op je rollator. Dat is frustrerend, toch? Dan loop je daar in het verzorgingshuis. Na 49 meter, linksaf. Na 50 meter, linksaf, keer om. Oh nee, we zijn Oma van Dijk weer kwijt. Pak de GPS-tracker er even bij. Ah, ze heeft geen vastgelopen in de hoek van de eetzaal. Ze is vast een oude kaart. Het is zo dat je de trap wordt afgeleid van het verzorgingshuis. En weer een bejaarde binnen, mensen. En daar gaat het om, hè. Ja, niks Marokkanen. Bejaarden, daar krijgen we er te veel van. Elke minuut worden er 3 bejaarden geboren. Dat gaat keihard. En dit is zo'n rijkdom, hè. Dat je dus commerciële apparaten kan verzinnen voor de vergrijzing. Hè? Dat gaat maar door, hè. Ik bedoel, de meest domme dingen worden verzonnen. Sonja Bakker op 1. Dat is het meest domme mens wat er bestaat op deze aarde. Hoeveel boeken heb je nodig om te begrijpen dat als je niks eet dat je eraf valt? Dat is duidelijk. Er stonden 3 boeken van Sonja Bakker in 2008 in de top 10 van best verkochte boeken in Nederland. 3 boeken! Dan denk ik, wat heb je die andere 2 gedaan? Opgegeten of zo? Het pure wanhoop. En Sonja geeft tips. De tips van Sonja zijn ontzettend briljant. Een van de tips van Sonja is, als jij televisie kijkt en je zegt... dan verlies je 1 kilocalorie. Dat is niet voldoende. Nee, zegt Sonja, wat je moet doen is het volgende. Je moet opstaan van de bank. Je moet naar de televisie toe lopen. Je moet het kanaal moet je omschakelen. Je moet weer terug gaan en zitten. En dan verlies je 3! Dan denk ik, klik, 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 klaar Sonja!
Het zijn toch bizarre tips? Ik zat laatst televisie te kijken, de bank, mijn vriendin vroeg, wat ben je aan het doen? Ik zeg, aan het sporten en nu aan de kant. De best verkochte artiest in 2008 op kermissen en braderieën, dat was Atje. Geloof het of niet, die gast komt 3 keer per dag, moet ik ergens opdagen bij braderie en dan krijg ik 2.500 euro om zich te gedragen als een Mongool. Zelfs gehandicapten er zoiets van, het is niet eens een echte. Maar dit hebben we gecreëerd, dit is een fuckrecessie, bestaat niet. Maar goed, dat soort dingen, dan wint ik me dan s'nachts over op. Ik lig tegenwoordig bijna elke nacht wakker. Mijn kat heeft besloten dat het lekkerste plekje in huis om in slaap te vallen mijn voorhoofd is. En als naar wakker worden, dat je dan zo'n intens tevredige ronk in je oren hoort, weet je wat dat... Wat hele gelukkig wat zo'n kat kan hebben dan, hè. En dan doe je je ogen open en dan kijk je in een anus. En dat is... Ja, dat zou hij leuk vinden, ja. Ik ben zo blij dat ik geen nijlpaard als huisdier heb. Hè? Maar goed, dan flik je hem naar buiten, dat helpt niet, want je doet de deur dicht. En dat werkt niet, hè, want een kat die snapt dat niet. Hè. Dan gaat hij eerst naar die deur zitten. En dan krijgt hij die verbaasde mouw. Waarom doe je dit? Die mouw. Mouw. En op een gegeven moment probeer je te slapen, dan hoor je kloek. En dan gaat de deur open. En dan komt hij naar binnen. Hé, ben ik weer. En dan ga je weer naar buiten. En dan ga je naar de deur zitten kijken. In de hoop dat als je ziet hoe hij het doet, dat je de volgende keer kunt oplossen. Dus ik hoor weer dat. Die mouw. En ik hoor kloek. En de deur gaat open. En hij hangt aan de klink. Ik zie het. Hij ziet dat ik het zie. En ik denk, fuck. Gaat zo weer terug. Slim beest, hè?